Goedenavond allemaal. Het is vandaag dinsdag 12 november. Ik ben vandaag bij de dokter geweest voor de griepprik. En toen ik thuis kwam, ben ik in slaap gevallen. Dus ik was jullie vergeten. Maar ik ga het nu even doen. Ik heb hier al 10 kaarten die ik al zover klaar heb. Met allemaal de boompjes erop. Die allemaal de lampjes erop hebben zitten. En het hekje met sneeuw. Nu ga ik mijn beertjes even uitzoeken. Uitstansen. Even papier pakken. Moet ik deze even opzij zetten. Ik heb hier een bakje met allemaal stroken voor mijn stroken in te doen. En daar heb ik, als het goed is, ook al wat van deze strookjes liggen. Die we voor de beer kunnen gebruiken. Ik moet 10 beertjes maken. Dus we moeten wel wat doen. Zo. Even kijken, wat heb ik nog meer? Oh kijk, deze moest ik even hebben van de week. Nou heb ik hem. Zo. Ja, ik heb hier al een paar liggen. Deze leggen we even apart, want dat is een andere. Even kijken waar mijn kaart is. Hier heb ik die kaart. Deze komt er zo ervoor. Ja, die is geweldig. Geweldig. Nou, wat ik ga doen is, in ieder geval 10 hoofdjes uitstansen. Ik moet even mijn kleine stansmachine pakken. Die ligt hier. En mijn plaatjes, die liggen hier in. We gaan eerst dat uitstansen. We gaan per onderdeel gaan we ze uitstansen, want anders raak ik allemaal door elkaar. Nou, kom op. Ga liggen. We gaan 10 hoofdjes uitstansen eerst. En dan gaan we morgen bijvoorbeeld, of overmorgen, ze in elkaar zetten. En dan op de... Als we ze dat in elkaar hebben gezet, gaan we ze op de kaart plakken. Dat is 1. Twee. Drie. Vier. Nee, ik ga er maar 4 uit. Vijf. Zes. Zes. En dan nog een keer 4. Ook. Oh. 6, 7, 7, 8, 9,
10. De hoofdjes zijn klaar. Nu ga ik alleen nog even de buikje doen. Dus hoofdje kan ik zo meteen opbergen. Moeten we ook 10 doen, maar die past hier niet op. Nee. Moeten we ook 10 van maken, maar dat komt wel goed. Als ik er eerst maar 5 of zo heb. 1. 2. 3. 4. Nou, ik haal er 4 uit. Nou, dan moet ik hier nog 2 uithalen. Doe ik even zo. Nou, doe hem helemaal. 4. 5. 6. 7. 8. 8. 9. 1. En die gaan we ook redden. 10. Nou, dan ga ik morgen verder met de armpjes en de pootjes. Dat doen we morgen. Vandaag moet ik alleen nog even snijden, maar dat doe ik wel later wel. Maar ik ben heel erg moe, van ook door die prik. Dus ik ga het kort houden vandaag. Maar in ieder geval, de hoofdjes zijn klaar. Die leg ik eventjes opzij. Zo. Even de hoofdjes opzij en de buikjes opzij. En de 4, 5. 6, 7, 8, 10 en 1 is ook 10 hoofdjes. Nou, dit zijn er alvast 10 om 10. Morgen ga ik weer verder met de pootjes en de armpjes. Dat ga ik nu niet doen, want ik ben verkouden. Ook nog, en daar ben ik ook moe van. Ik wou dat het allemaal over was, maar nee, helaas. Ging dat niet door. Maar ja, we zien het wel. Ik wens jullie allemaal een prettige avond. En tot morgen.